Welkom bij Jij in de Wijk. Deze aflevering gaat over leegstand van winkelpanden in Stadsveld en op het Bijvank in de Wesselerbrink. De junior reporters onderzoeken wat de buurt vindt van het winkelcentrum in de S-Marken. En we gaan met een oude foto langs bij de Enschede Marathon. We ontdekken hoe het parcours vroeger opgemeten werd. Maar eerst gaan we langs de deuren in Stadsveld. Het kleine winkelcentrum op de hoek van de Thomas de Keizer en Wethouder Nijhuisstraat staat al jaren grotendeels leeg. Het is een verlaten en grauwe plek in de wijk. Wat moet hier volgens de buurtbewoners mee gebeuren? Ja, ik vind het jammer. Het is geen mooi gezicht. Het heeft denk ik ook een negatieve invloed wel op de wijk. En ik vind het jammer van de kapitaalsvernietiging. Nou, voor mij mag dat best wel wat inkomen. Maar het is gewoon jammer. Hè? Zo'n pand staat er helemaal leeg. En er zijn winkels die er nog niet zijn, zoals Action of ja, noem maar op. Ik ken al die winkels niet zo. Of een andere grote zaak. Ja, dat zou wel prettig zijn. Hier voelen wij echt dat wij wonen net als een kleine dorpje. Overal moeten heel veel dingen, heel veel keer naar de stad gaan. Overal wat anders zoeken. Ja. Een beetje ver. Voor mij makkelijker. Er zijn heel veel oude mensen die moeten heel ver gaan. En die kunnen niet fietsen, niet makkelijk rijden. En... Ja. Een lelijk gezicht. Hè? Maar ja, ze doen er niks mee. Ik denk dat er minder behoefte is aan winkels dan vroeger. Omdat heel veel mensen er kennelijk van internet gebruik maken. Afbreken, die handel. Ja. Laat ze er maar huizen inzetten van sociaal minderen. Aan de ene kant denk ik ja. Meer woningen, gunst. Volgens mij hebben we geen heel erg groot tekort aan woningen op dit moment in Enschede. Als ze het slopen, dan graag dat flat daar ook mee. maar ja, ik vraag me af of je eigenlijk niet kunt bekijken of het ook mogelijk is dat andere partijen er gebruik van maken. Ik denk dat ze dus winkels en zo, ook kantoorgebouwen, om kunnen vormen tot woonruimtes voor en studio's voor studenten. Heeft u ook overlast dat, van die leegstand? Nee, alleen ja. Er staan woningen boven, die zijn helemaal niet bezet. Nee. Dus. Welke winkels mist u? Kruidvat. Yeah. Action. We worden elke dag nodig voor die, zeg maar, inpakken van cadeaus, zulke dingen, goedkoop van school. Dat is Action ook. Als er een Action zou komen, zou je daar dan gaan winkelen? Ja, ik wel hoor. Ik word zelf verdrietig als over naar de stad gaan, die winkelen gaan dicht. En ja, ik vind het jammer. Ook op het Bijvank in de Wesselerbrink is een klein winkelcentrum dat al jaren grotendeels leeg staat. Wijkreporters Gerben en Henk vergelijken de huidige aanblik met foto's van de begintijd in de jaren 70. En ze vragen buurtbewoners wat ze van de plek vinden. Er bevindt zich in het Bijvank in Enschede een klein winkelcentrum. Dit winkelcentrum voorzag in de meeste behoeftes van de wijkbewoners. Zo was er een supermarkt, een drogisterij, een cafetaria, een groentezaak, een slagerij, een bakker, een bank en zelfs een fietsenwinkel. In de loop der jaren veranderde de aanzicht van dit winkelcentrum. Dat had mede te maken met de vestiging van het grote winkelcentrum aan de Wesselenering. Nu, anno 2016, ligt het winkelcentrum er verlaten bij. De voormalige supermarkt is al jaren dichtgetimmerd en zit onder de graffiti. Enkele andere panden hebben het grootste gedeelte van de dag de rolluiken gesloten. Van een echt winkelcentrum is er lang geen sprake meer. En dat terwijl aan de overkant van de straat momenteel een geheel nieuwe wijk gebouwd wordt. Het zou toch jammer zijn dat het aanzien van een nieuwe wijk straks ontsierd wordt door de aanblik van een in desolate toestand verkerend winkelcentrum. De bewonerscommissie maakt zich daar zorgen over en wil van de betrokkenen weten wat er met het winkelcentrum gaat gebeuren. Dit is toch wel weer door, hè? Ja, dat is het. Het is nog één ding. Heel goed, meneer. Wil je terug om hier? Nee. Ik heb hier gewoond. Oké. Ja, ja. Maar hoe vind je dat er nu uitziet dan? Ja, ik vind het er niet mooi uitzien. Nee. Het vertrouwt het natuurlijk allemaal. Ja. Ja. Het is gewoon heel jammer. Ja. En mooie wijk. Compleet nieuwe wijk, ja. Ja. Ja, dat klopt. Het grootste pand in het winkelcentrum staat al ruim 2 jaar leeg. De eigenaar wil 8 units in maken met de bestemming zorg. Het hele winkelcentrum zoals het er nu bij ligt is gewoon een doorn in het oog. En waarom? Het ziet er niet uit, het wordt verwaarloosd. Alle ongure dingen die er gebeuren rondom en achter het winkelcentrum heb je geen zicht meer op. Dat is gewoon heel jammer. Dan heb je zo'n mooie nieuwe wijk en dan staat er zoiets lelijks tegenover.
De S-Marke heeft onlangs wel een nieuw winkelcentrum gekregen. Junior reporters Jarno, Delano en Florian onderzoeken of de buurt hier tevreden mee is en wat ze nog missen aan de winkels in de wijk. We zijn hier bij winkelcentrum De S-Marke. In dit winkelcentrum zit een kapper, een cafetaria, een pizzeria, de Albert Heijn en de Ethos. We gaan een paar vragen stellen aan iemand over wat hij van dit winkelcentrum vindt. Wat vind jij van de winkels, wat vind jij van de inrichting van het winkelcentrum? Ik vind het winkelcentrum echt mooi inzicht. Alles is onoverzichtelijk. Ja, dat is mooi. Wat vind jij van alle winkels die in het winkelcentrum zitten? Zou jij er nog andere winkels bij in willen hebben of vind je het zo wel goed? Ik vind het echt zo wel goed. Ik vind het wel leuk. Maar je zou er geen andere winkels bij willen hebben, bijvoorbeeld een speelgoedwinkel of een mediamarkt. Ja, doe maar een mediamarkt bij. Wat vind je van de parkeerinrichting hier? Vind je dat goed of vind je dat te weinig parkeerplaatsen zijn? Ik vind dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. En is dat dan omdat er veel mensen komen of omdat er ook dicht bij de school is, dat de mensen bij de scholen hier van de parkeerplaats gebruik kunnen maken? Overwege de scholen. En wat vind je dan van de plaats waar het ligt, dus tussen de scholen in, precies, en tussen Bruggenbos, het Oude Mensenhuis? Dat vind ik wel goed, want zo kan iedereen makkelijk bij het winkelcentrum komen. Wat vind je ervan dat de mensen boven het winkelcentrum kunnen wonen en dat hier ook kantoren boven in het winkelcentrum zitten? Dat er kantoren boven zitten vind ik goed, want zo hou je economie goed. Maar dat die huizen boven zijn, dat vind ik niet goed, want zo krijgen mensen snel last van geluidsoverlast. Wat vind jij zelf nog verbeterpunten aan winkelcentrum? Dat er misschien inderdaad een stilte winkel bij kan komen en dat er misschien meer parkeerplaatsen bij komen. En dan hebben we nog een laatste vraag. Hoe vaak kom jij ongeveer in dit winkelcentrum? Twee keer per week. Bedankt voor het interview. Hoe zag de wijk er vroeger eigenlijk uit? Wat is er allemaal anders en zijn de mensen ook veranderd? In de rubriek De Wijk van Toen vergelijken we toen met nu aan de hand van foto's uit het stadsarchief. Vandaag in De Wijk van Toen, de Enschede Marathon. Bestuurslid Hans Wiggers vertelt hoe het uitzetten van het parcours vroeger ging. Ja, het is natuurlijk goed om exacte afstand van 42 kilometer en 195 meter om dat goed uit te zetten. Nou, dit zijn een aantal mensen die dat doen. Nou, er is natuurlijk een parcours bedacht waar mensen lopen en dan moet afstand gemeten worden van start tot finish. En dat zien we hier, dat ze met een loopwiel over de straat lopen en kijken welke afstanden of nodig zijn voor het parcours. Vroeger deed men het meestal lopend met een wiel. En ja, dat fietsen is iets van deze tijd. Van de andere kant zou je zeggen dat is misschien ook wat achterhaald. Je zou ook met GPS zou je dat kunnen gaan doen. Alleen GPS meet allemaal rechte stukken, dus je krijgt allemaal rechte lijntjes. Dan zou je ook weer een afwijking kunnen krijgen. Dus de fiets is eigenlijk het geëikte meetmiddel wat we nu gebruiken. De marathon is in 1947 gestart. En toen was het een landenwedstrijd tussen Nederland en Tsjechoslowakije. Nou, die relatie met Tsjechoslowakije, het land is dan nu opgesplitst in Tsjechië en Slowakije. Maar met de stad Košice, waar destijds ook samen dit evenement georganiseerd is, zijn er nog steeds nauwe banden. Nou, hier nog een plaatje waarbij je ziet dat lopers het parcours aan het verkennen zijn. Ik weet niet of de man in de tractor iemand van de organisatie is, maar je ziet dat ze in hun kleding al een stukje van het parcours lopen. Dat doen we nu nog steeds. We gaan met lopers op de zaterdag in een busje gaan we rond. En op momenten dat ze even willen stoppen, dan gaan we kijken. Ja, en als je dan met lopers praat, dan zitten daar altijd delen in waarvan ze zeggen van ja, dat is voor mij een heel moeilijk punt. Een van de punten is dan zeg maar het punt bij de Miro, waar lopers die nog een rondje moeten richting Glanenbrug gaan en mensen die finishen daar voor de laatste keer langskomen. Ja, dat is af en toe wel moeilijk. Dan heb je al een heel stuk gelopen en vervolgens denk je richting binnenstad te gaan en moet je nog een stukje oostwaarts om die lust nog te gaan lopen. Nou, dat weer is altijd heel moeilijk. Sommige mensen die lopen heel graag bij een zonnetje, een beetje lekkere temperatuur. Anderen zeggen doe het maar zo koud mogelijk. De tendens bij wedstrijdlopers is dat zij het liefst zo koud mogelijk lopen. Je ziet ook bij grote marathons dat die starten om 9 uur 's morgens. Dat zouden wij ook graag willen. Van de andere kant vinden wij ook dat het een
evenement moet zijn waar veel toeschouwers zijn. Dus het is altijd een mix van wat wij eigenlijk als organisatie zouden wensen. Maar een temperatuur van 14, 15 graden en dan het zonnetje wat er net doorbreekt, dat zou fantastisch zijn. En ik heb gehoord dat dat voor aankomend weekend er wellicht gaat inzitten. Dat we toch een goede weersomstandigheden hebben. Wil je ook wijkreporter worden in jouw wijk? Mail ons dan even. Volgende week gaat het in Jij in de Wijk over betrokkenheid van de bewoners bij de wijk. In de Wesselerbrink is nu een werkgroep opgericht om de fontein weer aan te krijgen. En de wijkreporters onderzoeken hoe betrokken de bewoners in Meckelholt zijn. Tot volgende week.